Luzien, welkom bij Janssen. Dank u. Dus ik ben Lucien Harutunjan, ik ben 22 jaar. Voorlopig hou ik me wel bezig met mijn studies. Ik studeer biomedische wetenschappen. Ik doe specifiek minor in de klinische biomedische wetenschappen, omdat de patiëntenzorg en alles wat met ziekenhuis te maken heeft, me heel erg, en klinische studies, me heel erg interesseert. Ik help heel graag mensen. Dat is iets dat mij drijft. Ik wil graag mezelf later bezig zijn met iets waarmee dat ik het gevoel heb dat ik een verschil kan brengen in mensen hun levens. Jij bent van Armeense afkomst, maar je bent in België geboren. Hè? Hoe heb je dat ervaren? Ik heb daar op zich in mijn jeugd nooit heel veel problemen mee gehad. Ik heb wel altijd het gevoel gehad dat ik meer mijn best moet doen. Ja. Enkel alleen om het feit dat ik donkerder ben van huidskleur. Gemiddeld was niet genoeg. Jij bent CEO van Janssen Pharmaceutica. Welke acties onderneem jij of je team om diversiteit meer in het bedrijf? Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen die we als bedrijf doen. En Janssen is deel van Johnson & Johnson. En Johnson & Johnson heeft een heel lange geschiedenis. Ook een bepaald credo statement. In dat credo statement zijn een aantal paragrafen. In die tweede paragraaf is: we zijn verantwoordelijk voor onze werknemers. En dat interpreteren we in de breedst mogelijke manier. We willen dat iedereen zich thuis kan voelen, zichzelf kan zijn. Onafhankelijk van achtergrond, geslacht, leeftijd enzovoort. En dus daar hebben we eigenlijk heel veel corporate programma's ook voor. We hebben verschillende diversiteit, equity en inclusion initiatieven. Maar uiteindelijk, ja, je kan het best mogelijke programma hebben. Het gaat ook over een mindset van de mensen zelf. Zijn er werkpunten waarvan je denkt dat beter kunnen? Ja, de diversiteit is er wel, maar de inclusiviteit kan nog wel beter. Ze zeggen soms, diversiteit is uitgenodigd worden voor het feestje en inclusiviteit is uitgenodigd worden om te dansen. Het dansen, het stuk, daar kunnen we echt nog wel beter in worden. Ja. Wat kunnen wij als maatschappij in België nog beter doen? Of waar liggen de pijnpunten die we eigenlijk echt nog moeten aanspreken? En hoe kunnen we dat misschien beter vormgeven? Ik denk meer luisteren en leren en begrijpen van waar wij vandaan komen. Ja. En dat er niet één perfecte manier is van leven. En dat er niet één gietvorm is waar iedereen in moet passen. En ik denk als iedereen zou luisteren en zou leren, dat Vlamingen die dan generaties lang hier zijn, ook mee die microagressies kunnen oppikken en mee die mensen kunnen aanspreken van eigenlijk is dat niet juist wat jij zegt. En dat vind ik heel belangrijk. We hadden gisteren ook een meeting met een aantal andere bedrijfsleiders en er waren ook mensen die in die bedrijven werkten met een andere etnische achtergrond. En wij spreken uiteraard over wat we doen. Ik vind als Janssen, wij proberen heel veel te doen rond diversiteit en inclusiviteit. En iemand zei, ja, maar daar houden we het niet op. Het gaat niet alleen om diversiteit en inclusiviteit. Als je iets ziet dat niet klopt, dan moet je ook durven aanspreken en zeggen van, sorry, maar wat jij zei tegen die persoon, ik vind dat niet oké. Ja. En zo. En dat is nog een stap verder. Dat is bij mij wel blijven hangen. Dat is misschien nog iets dat wij als bedrijf zeker ook verder kunnen doen. Ik denk ook, een bedrijf zoals het onze, en dat is zeker ook een filosofie die we hebben, is je kan maar het beste doen in het soort business dat wij hebben als uw bedrijf een reflectie is van het beeld van de maatschappij. En die diversiteit is een verrijking. Mm-hmm. Je krijgt andere invalshoeken, andere opinies, andere ideeën. En ik kan u talloze voorbeelden geven van dingen die gekomen zijn van mensen die uit een heel andere invalshoek komen, of dat het nu man of vrouw of andere etnische achtergrond zijn, die absoluut tot betere beslissingen hebben geleid. Nu, je hebt nog een jongere zus. Mm-hmm. En uiteindelijk, misschien heb je ooit ook wel een familie. Ja. Wat zou jij willen voor de volgende generatie, voor jouw kinderen of zo? We hebben natuurlijk al veel aangesproken, maar hoe zou de ideale wereld in België er voor jouw kinderen mogen uitzien? Dat ze in elke omgeving en in elk bedrijf, waar dan ook, zich welkom voelen en zich gezien voelen. Ja. En zich en het gevoel hebben dat ze daar aan de slag kunnen. In bedrijven bijvoorbeeld, ik zou graag willen dat ik in elk bedrijf in België of ter wereld liefst, mezelf herken in iemand. Dat iemand zoals mij daar werkt. Ah, ja. Dat bedrijven daar meer open voor staan om iedereen een kans te geven. Ja. Ik ga binnenkort afstuderen. Ik heb nog een jaartje te gaan. Wat voor advies zou je voor mij hebben om als beginnende wetenschapper? Wel, ik zou zeggen in het begin,
blijf wie dat je bent. Past u niet aan. Ik bedoel, je kunt altijd aanpassen aan een bepaalde omgeving, maar je mocht zeker je eigen identiteit niet verliezen. En ik zeg altijd, wat u al heeft gebracht tot waar je vandaag bent, het succes dat je al hebt gehad, dat zijn ook de dingen die je verder succesvol gaan maken. Dus als je afstudeert in een ambitieuze richting, zoals dat je zelf doet, ja, dan heb je duidelijk echt iets in je mars, je hebt al iets bewezen. En dezelfde drive, dezelfde mindset, dat gaat u ook in een bedrijf succesvol maken. Ik denk, ik hecht heel veel belang aan uw eigen identiteit te behouden, uw achtergrond, al dat soort dingen, dat blijft enorm belangrijk. Hey Lucien, bedankt voor het gesprek. Ja, dank u Chris, ja, voor deze ervaring. En veel succes nog verder. Dank je wel.